Olivier, wat zit er op je brood? Ik kan net niet genoeg zoomen. Wortel, kool. Nou jongens, zo eet een vegetariër. Pesto, tomaat, kruiden, wortel, sla, kool. Heerlijk broodje, helemaal gezond. We zijn allebei vegetariër. Wat heb jij dan, Melissa? Het lijkt kaas. Ja, het lijkt gewoon weer kaas en tomaat. Oh, schattig. Hallo. Ik heb ook maar één. Is het vandaag donderdag? Vrijdag. Het is vandaag vrijdag. En volgens mij had ik al iets gefilmd, want ik had Olivier en Melissa gefilmd die aan het ontbijten waren. Maar voor de rest van de dag heb ik gewoon buiten gezeten, maar toen was ik heel moe. Toen ben ik gaan slapen. En ik kan... Ja, maar ik ben nu dunner, dus ik hoef niet meer zo hoog te houden. Dus ik ging slapen en ik slaap echt nooit. Ik lag ook echt te kwijlen gewoon. Ik was zo kapot. Ik weet niet wat er allemaal uitkomt. Maar nu is het al 9 uur of zo. En nu zijn we in Locarno. Ik half negen. Dus we zijn in Locarno, we gaan naar een filmfestival. Tenminste, dat is er dus. Vorige week waren ze daar ook. En dan is het in de open lucht met echt duizenden mensen of zo naar een film kijken. Dus ik ben heel erg benieuwd. En kijk hoe schattig. Ik film ze al de hele tijd, want ze zijn zo schattig. En ik vind het wel jammer dat Ruben er nog niet is als ik dit zie. Nee, het is een heerlijk romantisch stel. En papa is er niet, want die is even lekker zijn eentje lekker rustig thuis. En we konden maar 4 kaartjes. Want we hadden 4 kaartjes gekregen. Super chill. Normaal kost het €35 per stuk. Ja, ik 35 en als je er 2 neemt, inderdaad, kost de tweede 25. Oh ja. Yes. Zoiets of zo. Super leuk. Ik ben echt benieuwd. En het is sowieso. We zitten natuurlijk heel rustig op een hele rustige berg. Oh, gaan we hier een ijsje halen? Ja. Oh, lekker. Oké, we gaan een ijsje halen. Ik heb de keuze gemaakt dat ik ook een ijsje mag van mezelf. Ze hebben hier dus chocolade sorbet ijs. Dit is zonder melk. En echt super puur. Het is gewoon echt vol cacao. Het is zo lekker. Het is echt even een genietmomentje. En ik ga er ook echt van genieten. We hebben onze pasjes en we gaan nu door de controle. Het is allemaal super streng veilig. Hallo. Moest van Bas jou ook veel in de film zetten? Van Bas. Echt? Zitten. En straks mag ik niks meer filmen, maar het is echt super druk. En de film die we gaan zien heet volgens mij Vincent. En het is Engels ondertiteld en Duits, dus ik ben benieuwd. En hij duurt 2,5 uur. Maar wel heel leuk zo'n openlucht ding is. Thank you, Locarno, for having me here. This is this magical Piazza Grande. Par la poésie, par le mime. Dans le cinéma. Et qu'est-ce que le cinéma vous a donné en plus? 8 ans de vie. Ja, het is 11:15. We zijn best wel moe. Heel moe. Maar het was een hele goede film, toch? Ja, het was echt heel goed. Ja. Dat was echt goed, want Melissa studeert ook psychologie, toch? Nee, ja, klopt. Ja, psychologie. Dus dat is best wel een psychologische film en ik vind het ook wel heel interessant. Dat is denk ik een psychologische, dramatische film of zo. Ik ga nog even naar het toilet op. Oké. Maar hij was heel erg goed. Hij heet dus Vincent. En er werd ook heel veel Belgisch gepraat, dus dat was wel leuk. En Vlaams. Nu gaan we lekker naar huis. Dus, doei. Hoi, het is nu zaterdag. En het is nog ochtend. We zijn nu bij Lido Locarno. En dat is een heel groot buiten- en binnen ja, zwemparadijs. Hier zit zeg maar het meer, dus dat is gewoon natuurlijk. En daar heb je echt allemaal zwembaden, glijbanen. En ik zal het straks even laten zien. Maar het leuke is dat Olivier heeft de actioncam bij zich. Want mijn broertje heeft dus heel veel camera dingen. Dat is heel erg chill. Dus dan kunnen we straks onszelf gaan filmen in het water. En verder gaan we hier gewoon lekker de hele dag chillen. Het is echt super mooi hier. Vinden jullie tomaat lekker? Nee, schattig? Kijk nou, mam. Ze eet uit haar hand. Ze eet uit de brood. Dat heet uit je hand. Oh, pas op hoor, je had het hele stuk mee. Oh! Nee, dat kan niet. Melissa. Melissa. Dokken. Melissa. Waar is het gebleven? Die daar. Die gast daar heeft hem helemaal. Er moeten altijd mensen in. Is het goed beeld eigenlijk? Dit heb ik 5 jaar geleden zelf. Voor iemand een persie? Oh my god. Iemand had
ding had, toen durfde ik niet meer. Maar dan... Je doet het niet goed. Nee. Zo, we zijn weer thuis. We zijn allemaal heel moe. We hebben heel veel trek, maar Oliver heeft weer heel lekker gekookt. Je denkt echt van, wat is dit voor bord? Maar het is heel veel lekkere, hoe noemde ik het nou? Ratatouille. Ratatouille, maar heel fijn gesneden. En daaronder ligt een klein beetje verse pasta. Heel lekker. Hoi, het is vandaag zondag en ik zit hier in onze lodge. Hoe heet het hier? Lodge? Loggia. Oh, ik zit hier in de loggia. Ik ben net gedekt. En ik ben een beetje zenuwachtig, want Ruud kan elk moment komen met zijn vader. En ik weet dus niet precies hoe laat hij komt, dus hij kan elk moment er zijn. Dus ik zit hier met je op de uitkijk te wachten. En ik ben echt zenuwachtig, want we hebben elkaar 3 weken niet gezien. En ik heb gewoon zoveel zin om hem te zien. Dus ik zit hier gewoon even op mijn computer te wachten. En ik hoop dat hij snel komt. Oliver heeft echt heerlijke koffie voor ons gemaakt. Wow. Zo lekker. Het duurt echt lang. Hé, Lot? Huh? Ben je zenuwachtig? Ja, ik hoor nu wel een auto, Lot. Ja. Jongen. Oh, wat loopt het helemaal rood. Oh, daar. Nou, ik kan er wel achter. Rijd hem even aan, maar niet lang. Ik denk dat hij moet draaien met her. Ruben, zeg eens hallo tegen je fans. Hallo tegen fans. Ik ben zo na. Oh. Maar de afsluiting is natuurlijk dat koffie nog niet gaan. Maar, hij moet 5 minuten wachten op zijn. Maar afsluiting. Dus hij moet van Tenero naar Bellinzona en vanaf Bellinzona naar jullie. Maar dan moet hij ook nog om bij Milano. Moet hij, dan moet hij 30 minuten wachten. Maar voor je uit de trein binnen, voor je andere gevonden hebt, dan ben je al 15 minuten kwijt. Waar hebben ze ook graspakieten? Hij heeft de naam gekregen van zijn oude baas. Want toen ging ik allemaal vogels inleveren bij die dierenwinkel. In 2005. En toen was zo'n zomer dat we verhuizen. Dat leek ze nou ooit, hè? Vind je dat China brood is? China. Dat is wel... het zaad, toch? Weet je meer of nee, is nee, quinoa. Ja, chia. Of quinoa. Niet normaal.
knap. Je kan het echt goed zien aan je kleding, want dat doe ik hier ook. Ik doe gewoon steeds het shortje aan en dan weet ik, als zit hij al wat wijder of zit hij in ieder geval niet strakker, dan is het goed. Robin, vind je het goed als ik alles door elkaar gooi, dat we vanavond dat we slaan hebben? Gewoon allemaal in je bak met slaan. Overgewicht is het allerbelangrijkste voor je bloeddruk. Dus dat heb ik, maar ik heb nog nooit een zo hoge bloeddruk gehad. Gek, hè? Geluk mee. Weet je wat ik had? Heel raar. Op de sportschool kun je jezelf ook aan die letterlijk stress van in mijn lijf. Daar moet ik gewoon niet doen. Ja. Ben je nu aan het filmen? Van zoiets ervan te maken. Precies. Want als je een hele etage had genomen, daaruit, dat was gewoon niet totaal geweest. Achterstuk moet je dan weer... Achterstuk moet je ook de rots in en dat was gewoon niet totaal. Zag je dat? Komt nog niet weer in je blog. En Melissa, die wist al hoe je eruit zag, doordat ze de Ardennen had. Heel vet beeld dit. Ideaal, gewoon zo'n schone plek waar je met z'n allen kan zitten. Ja. Ja. Toch?